Goedenavond, Betty. Goedenavond. Oom en neef, pop-up café. Wat houdt dat precies in? Door de coronamaatregelen hebben we dus een nieuw initiatief. Dus de pop-up borrelcafé. Ja. Borrelcafé, het zegt het al. De mensen kunnen dan borrelen met borrelhapjes en etagères of eventueel onbeperkt saté. Of een uitgebreid diner met kleine hapjes. En daarnaast een beetje caféachtig met een pop-up quiz. De mensen de bezigheid, een beetje entertainment erbij doen. En hoe vaak houden jullie dit pop-up café? Dat doen we nu dus in principe 3 keer in de week. Op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag. Van zondagmiddag is dat van 4 tot 9. En is er een beetje animo voor? De eerste 2 weken was een beetje tam. Hadden we in het weekend 1 avond redelijk bezet. Maar je merkt nu wel dat het stilletjes aan toch wel weer aan gaat trekken. Dat de mensen gelukkig weer durven te komen. En 1,5 meter is natuurlijk een lastige maatregel dan in een café. Hoe ga je dat handhaven? Ja, ik denk dat voor een café of de natte horeca, dat de bottleneck is, die 1,5 meter. Ja. En dat zal in het begin van de avond, als iedereen nog moet zitten met een hapje of met een drankje, gaat dat goed. Aan het einde van de avond wordt dat vaak toch wel een probleem. Ja. Heb je al controle gehad? Ik heb nog geen controles gehad, nee. Ja. Maar dat kan natuurlijk wel gebeuren, hè? Want het is natuurlijk een lastige maatregel om te handhaven. Ja. En als het misgaat, kost die 4.000 euro. Ja, dat is ook het grote nadeel waarvoor sommigen denken van, ga ik wel open of ga ik niet open? Dus we proberen ons programma wel zo te maken dat er zoveel mogelijk gezeten moet worden. Ja. Ja, rondlopen of naar het toilet, want je mag ook poelen, je mag darten of shoelbakken, dat mag ook. Dus interactie heb je altijd. Ja, oké. Okay. Nou, veel succes, dankjewel. Alsjeblieft.